Goedemorgen. Nou, het is 7 uur, 6:45, ik weet niet. Hier komt iemand met een fiets. Een blauwe fiets. Wij gaan op wildtocht. Een wildspeurtocht. Hoe laat is het eigenlijk? 6:45, 7:00. Zoiets. 7:10 Oh, 7:10 is het al. Wacht even hoor. Nou. Ja, 7:10. Het bos is al wakker. De vogels. We hebben gisteravond het hek dicht gemaakt. De kei ervoor. Nou, ga je gaan bij mij achterop? Nee, ik ga wel een stukje rennen eerst. Kan je eerst even goed warm fietsen? Kom. Nou, daar gaat hij. Spring maar achterop bij mij. Wij zijn inmiddels weer terug in het huisje. We hebben helaas geen wild gespot. Erg jammer. We hebben ongeveer een uurtje rondgereden op de fiets. Ja, eigenlijk overal een beetje gekeken in het veld, op de heide, maar nergens geen wild te bekennen. Dus we gaan nu lekker ontbijten. Nelly die heeft net broodjes gehaald, die komt nu weer terug, zie ik. Kijk, daar komt ze aan. Gelukt? Ja. Ja? Koud, hè? Mega koud. Maar we zijn ook helemaal koud geworden van dat wild zoeken. Het was best fris op de fiets. Nou, ik heb de tafel gedekt. Ik heb een lekker eitje gekookt. Heerlijk. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel jammer. Dan zijn we om 7:00 opgestaan. Volgens mij, ja, 7:00. Na een heftige nacht, want ik heb echt bijna niet geslapen. Ik had het aan het begin van de nacht dat ik het koud. Dus toen had ik eerst een extra dekbed gepakt van het andere bed. Maar ja, dat was veel te zwaar, want het was een 2-persoons dekbed. Dus ja. Toen het dekbed er weer af. Nou, ondertussen werd Nelly wakker. Die werd een beetje, ja, nou ja, geïrriteerd. Nee, ze zei van niet, maar... Ja, ik kan me wel voorstellen dat het was irritant. Want ik ging er steeds uit in... Dus ja. Dus toen ben ik naar buiten gegaan, naar de auto. Daar heb ik pleetjes gepakt. Nou, dat was een goede zet, want toen kreeg ik het warm. Maar toen kwam het volgende probleem. Toen kreeg ik het in mijn rug. En dat heb ik nu nog steeds. Dus vreselijk die nacht. En toen vanochtend ging de wekker. Nou ja, toen dachten we eigenlijk eerst van... Laat mij liggen. We gaan niet. Maar ja, we hadden het beloofd. Op camera, dus ja. Hè? Dan moet je het ook nakomen. Dus toen zijn we wel het bed uitgestapt. Wat ik heel goed vond van ons. Een frisse tegenzin. Maar ja, dan denk je dat je wild gaat spotten, maar niks. Niks van dat alles. Nou. Maar ik heb nu nootjes neergelegd op de veranda, dus ik hoop... Dat we dan nu Hans gaan tegenkomen, de eekhoorn. Daar ga ik voor. Ja. Wat heb je voor broodjes gekocht dan? Ik heb voor jou een muslibol bij gedaan. Wat is dit? Een rozijn. Oh, lekker. Ze zijn nog warm. Lekker bakje koffie. Is dit een nieuwe mode? Wat? Pleetjes? Ik ben in en in koud. Maakt niet uit, volgens mij al zet je mij in 30 graden. Ik word niet meer warm. Maar die temperatuur, die thermometer, die geeft aan dat het 22 meter... Ja. 22 meter. Is het 22 meter? 22 graden is. Ja. Dus hoe kan dit dan? Weet ik niet. Ik moet denken onder een warm sproeier. Het zit helemaal in me.
Ja. Ik ben steenkoud geworden op die fiets. Kijk, dit is ook een leuk boekje, mensen. Dit is Renske Ontdekt. Die heeft ook een Instagram. En die heeft echt heel veel leuke plekjes. En wat nog grappig is. Kijk, wij zijn nu hier. Een hutje in het bos. En wat nou zo grappig is. Kijk eventjes. Dit is buitengewoon. Overnachten in een arcade. En daar gaan wij de volgende keer naartoe. Park buitengewoon. Dat hebben we dus gewonnen van Renske op Instagram. En dat staat na elkaar in dit boekje. Dus dat is super leuk. Kijk, en wij gaan dus ook overnachten in de arcade. Dat is een soort tent met een hot tub. Kijk, deze hot tub, die zit erbij. Nou, superleuk. Daar heb ik nu al zin in. Wij hebben dus hier nootjes neergelegd, daar op die rand. Voor de eekhoorn, voor Hans. Kijk, en dan zitten we hier op zich ook wel op een mooi plekje. Want als hij dan komt, dan zitten we ja, op de eerste rang. Maar ja, wat gebeurt er nu steeds? Er is een koolmeesje en dat komt steeds op die nootjes af. Kijk, hij heeft één nootje heeft hij al op de tafel gegooid. Maar die gaat dus aan die nootjes lopen knabbelen. Dus ik ben bang dat die nootjes straks op zijn. We hebben toch nog een zak vol. Ja, maar als Hans hier dan komt, dan zijn de nootjes weg. Ja. Goedemorgen Hans. Ja hoor, daar is hij. Hallo. Hier bij het waterbakje weer. Ja, hij komt de veranda op. Hij loopt hier op de vloer. Wij zijn in Ermelo bij kampeerwinkel Hendrix. En gaan wij hier eigenlijk kopen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Zo'n rooster? Ja, ik denk het wel. Accessoires voor de Omnia-oven. Okay. Een roostertje, dacht ik. Ja. En een siliconenvorm. Moeten we daar dan mee? Cake bakken? Ik ga geen cake bakken. Oh. Die bak ik thuis niet eens, toch? Oké, okay. Dan alleen een roostertje. We kijken nee, daar even. Kan je wel die ovenschotels in doen. Laten we dat maar kopen. Ja? Ja. Nou, Ali heeft een nieuw jas gekocht. En een rooster. En een roostertje. Omdat er zoveel mensen waren die ons dit als tip gaven. Gaan we die... Oh ja, we hebben nog prijskaarten. Nou, die haal ik er zo wel af. Oh. Nou, wat vinden jullie ervan? Lekker. Ja. Dit is echt zo'n campingjas. Een campingjas. Ice Peak. Nou, top. Heel leuk. Maar ook lekker voor in het voorjaar, denk ik. Ja. Wij zijn weer bij het huisje. Wij zijn net even bij de Albert Heijn geweest. En daar hebben wij een eerlijk broodje gekocht. Met zoete aardappelspread en avocado. Ik heb wel zin in. Het ziet er wel leuk uit ook. Het ziet er heerlijk uit. Echt. En verse jus. Ook lekker. Ja. Nou, de zon is gaan schijnen. Dus dit wordt genieten. Wij gaan even iets leuks doen. Wij gaan steppen op een kickbike. En nu ben ik hier nog in het huisje. Maar dan kijk ik naar buiten en dan zie ik dit. Oh, waar is ze nou? Oh, ze zet hem neer. Oh, ze gaat die van mij halen. Ah. Niet te stoppen. De hele nacht in de weer.
Snap jij waar ze de energie vandaan haalt? Ik ben doodmoe, ik ben de hele dag al koud. Net in de zon was het wel heel lekker. Maar ja, het zit in me, dat is denk ik vermoeidheid. Dat heb ik ook altijd als ik nachtdienst heb. Nou, daar gaat ze. Nou, daar is ze hoor. Ik zeg net, ik weet niet wat jij de energie vandaan haalt. De hele nacht in de weer geweest. Ja, ik snap het ook niet erg. Nou, ik kom eraan. Moeten we nog iets meenemen? Wil je water mee of niet? Ja, we nemen een flesje water mee. Ja, maar dat past denk ik net niet in die bidonhouder. We hebben een dopper. Is die dopper te smal? Ja, is te smal denk ik. Ik heb een andere fles. Ik weet al wat. Het is nog best zwaar hoor, dit. Het is mega zwaar. Dat denk je eigenlijk niet, hè? Nee. Maar wissel jij nu ook af dan, of niet? Nee, kan het niet met die andere. Ik heb geen kracht in dat been. Kijk uit, kijk uit. Ik heb geen kracht in mijn linkerbeen. Weet je wat ook moeilijk is? Met één hand. Dat had ik ook niet verwacht. Ja, Nelly zegt je leunt met je gezicht op je stuur. Gezicht? Wacht, wacht. Met je gewicht bedoel ik. Dit zou wel een beetje gek uitzien als ik met mijn gezicht op een stuur leun. Maar... ik moet zeggen, het is zwaarder dan dat ik dacht, want we krijgen nu ook heet. Ja, dat is die jas. Maar die jas, dat lijkt wel een slaapzak, joh. Serieus, er zit iets van een thermolaag in. Ja. Maar dat voel ik nu wel. Oké. Nou. Waar zijn wij eigenlijk? In Epe, ergens. Ja. Maar waar? Weet ik niet. Nou, ik vind het wel superleuk dat je deze erbij krijgt. Erbij kunt huren. Erbij huurt. Ja, nee. Zit erbij in, inderdaad. Erg leuk. Oké, nou, dan gaan we weer. Wacht even hoor. Dit is best wel gevaarlijk. We vinden dit best wel lekkere koffie. Dit is een koffiezetapparaat van Jura. Ik ben even weer een koffietje aan het maken. Dan gaan we even in de tuin een koffietje drinken. Dan gaan we straks een wandeling maken. En dan kijken of we wild zien. Ja, dat is ook de laatste keer dat we gaan... Ja, maar nu gaan we het een beetje in de avond proberen. Kijken of we dan wild gaan zien. Ja. Poging nummer 3. Ja. Oh ja. Dit is de derde keer. Vanmorgen gaan we weer. Ja, we gaan nu voor de derde keer. Nou, kom op, hè. Op wild. Anders safari. Anders moet ik er morgenochtend weer vroeg uit. Nee, morgenochtend gaan we niet. Oh. Maar 3 keer is scheepsrecht, zeggen ze wel eens. Dus... we zijn nu onderweg naar het... Mij loopt daar een hert met een bel om de nek. Ja, wat was dat? Weet ik niet. Geen idee. Nou ja, we zijn dus nu onderweg naar landgoed Tongeren. Daar moet je, als het goed is, nu veel wild kunnen spotten. Dus, nou ja, nou, we gaan het zien. Riepen zij een koe, hoor. We gaan het zien. Ja, ik heb er niet meer zoveel hoop in. Nou ja. Maar, dan maakt het uit. Dan hebben we maar weer een mooie verhandeling van. Inderdaad. En we zien het wel hoor.
Nou, wij zijn terug van het wild kijken. Ik heb wel wat gefilmd. We hebben een zwijntje gezien. Maar ik weet niet of je het goed op beeld kan zien. Maar het was super leuk. We hebben in ieder geval wel wild gezien. En daar ging het om. Ik ga nu een pizza maken. Voor een beetje voorbereiden. Die gaat straks dan in de buitenoven. Die is Ali nu al aan het aanzetten. En ik denk dat ik maar even die gehakt voor ga bakken. Kacheltje brandt. Vaccinelichtjes staan aan. De lampjes branden. Hartstikke leuk. Dan gaan we straks lekker bij het kacheltje de pizza opeten. Lekker warm dit. Pizza. Pizza night. Oké, ik doe er eerst even een beetje tomatenpuree op. En dan, ik heb het gehakt alvast. Voorgebakken. Want ik was bang dat we anders rauwe gehakt moesten eten. Zo. Met een uitje. Nou, dit erop. Huppatee. En een champignonnetje. Die heb ik ook voorgebakken. Ook lekker. Ook huppatee. En we hebben nog kaas. En we hebben kaas. En dat kan niet mee. Nou. Wauw. Huppatee. Oké, we hebben de pizza eventjes gedraaid. Maar kijk, deze kant begint al... Dit is een beetje verbrand. Deze kant begint al aardig te verbranden, inderdaad. Maar hij ziet er nu al wel goed uit, hoor, vind ik. Kijk, ja, de kaas is ook al helemaal gesmolten. Ja, maar deze kant moet nog eventjes. Ja. Nou, we hebben net een stukje geproefd. Dat is mega lekker. En hij is echt, echt maar, lekker. Kijk, die kanten die kan je natuurlijk niet eten. Dat is helemaal zwart. Nee, maar die hebben we eraf gesneden. Geblakerd. Maar de rest is echt super lekker. Nou, het is 9:15 en ik ben helemaal gesloopt. Dat komt natuurlijk ook door een nacht. De beruchte nacht. En, ik moet even die muziek uitdoen, want dat vindt YouTube niet leuk. Even zachtjes. Nou, maar er zit hier iemand op de bank... En volgens mij heeft hij al een slaapkop, want moet je nou eens kijken. Nee hoor. Wat heb jij voor wangen? Dit zijn gewoon slaapwangen. Ga liggen. Nee. Nee, maar straks kom ik je Ik ben weer... niet moe. Straks kom je weer, ik heb koud, dekentje, dekbedje naar buiten, in de auto, uit de auto, deuren open, deuren dicht. Ja. Hoe laat is het nu? 10:55. Oh, ik dacht 9:45. Nou, ik ga erin. Erop. Daarnaast. Als je weer zo doet vannacht, dan gooi ik jou ernaast. Zien. Nou, mensen. Wij gaan erop. Wij gaan slapen. Lekker slapen. Morgen weer vroeger uit. Want we moeten om 10:00 uitchecken. En ik wil wel even, ik wil even een beetje verzoenlijk een ontbijtje eten en een koffietje drinken. Ja, ik ook. Dus we gaan er vroeg uit. Rond 7:00? 8:00? Ja, 8:00. 8:00, oké. Ja, dat moet lukken, toch? Gaan we doen. Oké. Dan ga ik nu mijn tanden poetsen. Goedemorgen. Nou, het is woensdag en wij vertrekken weer. Ali is water aan het koken voor een ei. En het is mooi weer. Het zonnetje schijnt. Het is echt heerlijk. Volgens mij wordt het een hele mooie dag. Nou, ik ga zo even broodjes halen hiernaast bij het vakantiepark.
En ik ga het ontbijt verzorgen. Ja, super. We gaan ze deze keer verspreid neerleggen. Ja, of je moet ze op het tafeltje neerleggen. Want ik denk dat ze nu al gezien worden door die andere beesten. Door die vogel. Ja, door die grote vogels. Ja. Zo. Misschien gaan we Hans nog spotten van Lester. Ja, dat hoop ik wel. We zullen het zien. Nou, wij zitten te ontbijten en we zien Hans hoog in de bomen. En nu zie ik hem ook niet meer. Zien we hem gaan. Dus ik denk dat hij er zo is. Kijk, daar zit hij in de boom. Daar komt hij op de veranda, je ziet nu. Op de tafel. De eekhoorn. Zo gezellig. Hij haalt ze één voor één op. Oké, nou, wij gaan richting de auto. Waar zit dan? We gaan vandaag nog eventjes de Veluwe verkennen. Waarschijnlijk gaan we een toren bezoeken. Een uitkijktoren, want dat is tegelijkertijd met een wandeling gecombineerd. Ja, dus, superleuk. Maar voor nu zit het er hier op. Ja, helaas. Ik ga het wel missen eigenlijk. We hebben echt genoten. Het was echt een heel leuk verblijf. Ja. De locatie was echt top. Nou, is echt, en de tuin, is echt perfect. En alles, gewoon alles. Ja, alles. Heel leuk. Nou, ga jij alvast in de auto zitten? Ik ga nog even de vuilnis dumpen. Wil je dat ik ga rijden? Nee hoor. Oké. Okay. Ja? Ja. Wij zijn gearriveerd bij de Ossenstal. Dat is hier. En dan gaan we de bruine of de groene route. Maar ik zie al sowieso geen groen bordje. Wel een bruin bordje. Wel een bruine. Maar hoeveel kilometer is dat dan? 50 minuten. 50 minuten. Nou, dat is een kilometer of 4, denk ik. Toch? Ik weet het niet. Oh, daar staan wel groene palen. Ja. Oké, okay, maar welke wil jij doen dan? Maakt me niet uit. Nou, we zijn in ieder geval op de goede route. Want we gaan naar deze toren toe. Dus we zitten goed. Ja, we zitten goed. De Haalberg. Het is een route van 75 minuten lopen. Ja. Ik wil zo'n stammetje. En voor thuis. En dan vraag ik aan Aal, wil jij die even meenemen? Dan heb je gelijk je training gehad. Mega zwaar dit. Oh. Dit is niet te doen. Nou, hoe ga je dat wegbrengen dan? Nou, weet ik niet. Ik denk dat ik een helikopter laat invliegen. Ik weet het niet. Nee, ik wil zo'n stammetje. Waar kan ik dat deze kopen? Deze is iets kleiner. Ja, maar die bedoel ik niet. Ik wil echt die. Ja, natuurlijk. Ja, sorry. Nou, weet je, ik heb wel een idee. We rollen hem. We rollen hem. Zo. Ja, maar ik wil die niet. Kijk hoor. We laten gewoon de zwaartekracht op ergens. Ja. Wat een goed idee. Nou, we zijn aangekomen bij de uitkijktoren. Daar is hij. Ja. Nou, die gaan we beklimmen en dan gaan we even rondkijken. Aal heeft een beetje spierpijn van het steppen van gisteren. Ja, mijn bovenbenen. Was nog best wel intensief ook. Ja. Mooi. Ja. Hieronder, dat hebben we nog niet laten zien. Hieronder ligt de steen. En er staan de plaatsnamen op waar je dus naartoe kijkt. Eerde, Onde, Epe. Deventer. Deventer zag ik niet staan. Oh, ik dacht dat het staan. Zou zomaar kunnen hoor. Nou, we kijken zo even. We filmen zo even. Ja.
Hier staan allemaal plaatsnamen op. Vaassen, Apeldoorn, Oene, Deventer, Heerde. Welke kant het allemaal op is. Dus dat is best wel grappig. Oldebroek, het Harde. Superleuk. Wij zijn in Elburg. En nou ja, ik vind dat daar de lekkerste ijssalon van heel Nederland is. Sowieso. En dan gaan wij nu een ijsje halen. Ja, om de vakantie af te sluiten. Ja. Wij willen de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doe een keer. Duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Inderdaad. En vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal. Dat vinden we ook leuk. Ja. En wij hopen dat jullie genoten hebben. En dat jullie er de volgende keer weer bij zijn. Echt wel. Doei doei. Doei.